Ik kreeg van de week een uitnodiging voor de presentatie van de lancering van Gay Care. Op 10 april. Bijzondere mensen, bijzondere zorg. En ik ben gaan informeren, want ik dacht, god, we hebben misschien een primeur. En degene die daar achter zit, dat is Jan Nieuwenhuis. Tenminste, dat is de directeur van de Gay Care organisatie die opgericht gaat worden. En dan bent u natuurlijk benieuwd. Maar verdomme, wat houdt dat nou eigenlijk allemaal in, Gay Care? Nou, Jan Nieuwenhuis zit hier, of die komt hier zitten. Zo. Hallo, Margreet. Hallo. Hi. Maar ik zou een hand geven, want ja. Het lijkt net of ik aan een soort infuus zit met de vingerkamer. Ken je de vingerkamer? Ik ken de vingerkamer. Schrik je ervan? Nee, dat niet. Hij is wel heel dichtbij. Ja, maar je hoeft niet voor te schrikken. je hebt ook het logo. Ja. Gay Care Amsterdam. Ja. Gay Care Amsterdam. Oh, het is alleen Gay Care Amsterdam. Op dit moment wel, ja. Maar als het een succes wordt, dan kan je ook Gay Care Antwerpen of Brussel. Nou, voorlopig proberen we ons te beperken tot Nederland. We beginnen in Amsterdam. Ja. En we hopen grote gebieden in Nederland te gaan doen daarna. Ja, want wat houdt het precies in? Dat de mensen die nu kijken meteen denken van, oh jezus, wat is dat een goed idee? Wat houdt het in eigenlijk? Nou, het is met name thuiszorg voor de LGBT-doelgroep, dus voor gays, voor lesbische vrouwen, transgenders en de bi's. En de bi's ook, thuiszorg, dus verzorging, kijken of je mensen kan verplegen, maar ook bijvoorbeeld de hond uitlaten. Allemaal dingen die nu gedaan worden door vrijwilligers of door andere thuiszorgorganisaties. Oh. Maar dan speciaal voor deze doelgroep. Wat goed, want dat weten de mensen die kijken ook, of niet, maar dat doet het niet toe, dat homo's worden natuurlijk ontzettend gediscrimineerd, ook in de thuiszorg. Hè? Ja, wat blijkt bijvoorbeeld is dat als mensen naar een verzorgingshuis gaan, dat ze daar heel vaak teruggaan in de kast, dat ze niet kunnen zeggen wie ze zijn en wat ze zijn. Ja. Omdat daar enorme discriminatie is. Er zijn allerlei onderzoeken naar gedaan en dat zijn echt hele vervelende situaties. Ja. En wij willen een organisatie zijn, als je daar naartoe belt, dan weet je zeker dat dat onderwerp geen enkel probleem is. Ja. Of als je thuiszorg hebt, dan komt er iemand bij je in huis. Dat is vaak als je in een hele kwetsbare situatie bent, als je ziek bent of als je wat ouder wordt, dat je wat verward begint te raken. Nou, ja. Juist dan is het heel belangrijk dat je zeker weet dat er iemand komt die geen probleem maakt van jouw levensstijl of van je identiteit. Wat mooi. Maar wat is dat toch een goed idee? Want het lijkt mij zelf ook, ik ben dat zelf half verpot, maar daar is het ook voor, toch? Daar is het ook geschikt Tuurlijk. Voor. Ja hoor, zeker. Dat je daar geen zorgen over. Waarom is het eigenlijk nog niet eerder zoiets opgericht dan? Nou, dat weet ik eigenlijk niet waarom niemand dat Het is toch logisch heeft. Eigenlijk? Maar je krijgt nu natuurlijk steeds meer mensen die al hun hele leven uit de kast geweest zijn. Ja. En die generatie die begint nu te komen in de ouderenzorg. Nou, dat is goed dat daar nu een organisatie voor komt die daarvoor is. Ja, nou, dat lijkt me een hartstikke goed idee. Ik wil nog eventjes wat praktische dingen horen. Want hoe komen jullie aan het geld eigenlijk? Want wat kost het om zo'n organisatie op te zetten? Nou, dat kost inderdaad nogal wat. Dus we zijn met vier initiatiefnemers, alle vier homoseksuele mannen. En we hebben gezegd, we gaan dat zelf doen, we betalen het zelf. Want we willen niet afhankelijk zijn van subsidies en dat soort dingen. Dus nou, zo ontstaat het. Wat rijke homo mannen, maar die heb je ook. Nou, dat valt wel mee. Maar oh. Ja, ze zeiden wel. Maar gewoon ook veel vrijwilligerswerk en hard werk om dat voor elkaar te krijgen. En dan lukt dat. En waar kunnen mensen informatie krijgen en zich eventueel melden? Nou, op de site, dat is het makkelijkste. www.gaycareamsterdam.nl. Ze zijn toch bedankt. Welkom. Mag ik je succes wensen? Dank je, Margreet. Wat een fijn been ook. Terug naar Dominee Grendaert. Nou, het lijkt mij, mevrouw Dolmen, een heel goed initiatief. Want je moet je altijd veilig en vertrouwd voelen. En helemaal als je ouder wordt en zorg nodig hebt.